Vanaf 2 april gaat er iets heel bijzonders gebeuren in het Lamar Theater, want daar ga ik een toneelrol spelen. Nou, klinkt dat heel zwaar, een toneelrol, maar het is eigenlijk een komische toneelrol. Ik mag dat samen doen met Kees Huls, daar verheug ik me erg op. De samenwerking met André, daar verheug ik me wel op, want het is een hele aimabele figuur en hij is ook nog geestig. Ik heb Kees Huls vaak in het theater gezien. En dan viel hij me altijd op, zei ik tegen Joop van Ende. Kees Huls is dan wel mijn eerste keuze. Toen hoorde ik dat hij wel met mij geneigd was om die Sunshine Boys te doen. Dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk. Dus het ligt wel dicht bij alles wat ik gedaan heb. Maar het is toch omdat het nu gerealiseerd wordt en ik ga met echte acteurs spelen. Dat is toch een andere wereld, denk ik, die ik nog nooit gehad heb. Ik ken het helemaal niet van dat iemand zegt, misschien mooier als je iets later binnenkomt. En dat je dan je zin zegt terwijl je loopt. Weet je wel, dat soort dingen. Tenminste, dat verwacht ik dat Gijsselanger dat nu gaat doen. Waar ik zelf ontzettend benieuwd naar ben, eigenlijk al heel lang, is de sketches die op het toneel komen. Dus het gaat over twee oude mannen, dat duo. Die hebben zo lang met elkaar gewerkt en die gaan elkaar irriteren en die willen uit elkaar niet meer zien. Maar dan komt er toch een gelegenheid dat ze nog één keer samen moeten spelen. Terwijl ze met ruzie uit elkaar zijn gegaan, 10 jaar daarvoor of lange tijd daarvoor. En dat geeft dat heel veel een lachwekkende situatie, maar de ondertoon is wel heel serieus, want het is heel herkenbaar. Maar dan uiteindelijk gaan ze toch naar die studio en gaan ze die oude variété-nummers opvoeren. En daar ben ik eigenlijk heel erg benieuwd naar, want dat is natuurlijk het terrein van André. En daar kan ik dus nog wel iets van leren, lijkt me. Dus ik hoop dat u komt kijken met Zalen en dat u er ook net zo van gaat genieten als dat ik er van zal genieten. Toneel met André van Duin. Komt het zien.